Hoi, ik ben Ancilla en je kijkt naar een nieuwe aflevering van Café Weltschmerz. Ik zit hier vandaag met hacker en IT-specialist Arjen Kamphuis. Arjen, dankjewel dat je erbij bent. Hoi. En volgens mij heb ik een van de meest geïnformeerde IT'ers van Nederland aan mijn tafel zitten, of niet? Nou, ik zal het proberen waar te maken. Probeer het. Je houdt je bezig met IT-beleid. Je adviseert daarin ook de overheid. Ja. Hoe gaat het op cybersecurity gebied in Nederland op dit moment? Nou, we hebben alles geautomatiseerd in dit land. Daar zijn we ook heel goed in. Maar dat doen we vaak altijd wel met een inderdaad vrij vrolijke naïviteit over wat er allemaal fout kan gaan. Dus we denken vaak heel blij na over wat er allemaal mogelijk is. En dan gaan we dat doen. Maar er wordt eigenlijk pas vrij recentelijk een beetje nagedacht over van ja, hoe voorkomen we dat allerlei andere mensen dat ook dingen kunnen stuk maken. Als we onszelf heel erg afhankelijk maken van dat soort systemen. Hè? Van de bevoorrading van supermarkten, van computers of het functioneren van een ziekenhuis of een lokale overheid of al die dingen die ja, gewoon dagelijks moeten werken om de samenleving te laten draaien, zeg maar. Maar technologie is een prachtig iets. Ja. We kunnen er heel veel mee en dat moeten we ook zeker doen, denk ik. Ja. Het valt allemaal onder innovatie en daar streven we naar. We zijn ook een heel innovatief land. Ja, ja, innovatie moet volgens mij geen doel op zich zijn. Het moet tot leiden tot iets anders. Dus daar gaan we alles soms een beetje misschien van het padje af, heb ik het idee. Waarom zeg je dat? Nou ja, omdat kijk, als innovatie op zich is een soort heel vaag woord van wat betekent het nou? En vaak denken mensen dan gewoon aan nieuwe gadgets kopen. En dat wordt dan ook een beetje, dus dan wordt gewoon het hebben van de nieuwste dingen wordt het doel in plaats van een middel om iets anders op te lossen. Volgens mij moet je gewoon zeggen, we willen dat, weet ik veel, de wachttijden in de zorg minder wordt. Of we willen dat je beter geholpen wordt als je een bouwvergunning aanvraagt bij een gemeente. Dat moet volgens mij het doel zijn. En IT kan daar een hele grote rol in spelen. Maar als zeg maar dat woordje innovatie, wat eigenlijk uiteindelijk, ja, het is onduidelijk wat betekent het nou echt en wat is het nou echt. Als we dat als een soort doel gaan definiëren, dan gaan we volgens mij soms ja, veel te snel naar ook allerlei technische fratsen waarvan je dan later kan zeggen van ja, maar welk probleem waren we ook alweer aan het oplossen? Volgens mij Nelly Kroes zat afgelopen week bij De Wereld Draait Door. Mm-hmm. Zij werpt zich op voor om van Nederland een soort tweede Silicon Valley te maken. Ja. Wat vind je van zo'n initiatief? Nou ja, dan hangt het er een beetje vanaf wat ze daarmee bedoelt. Als zij zegt van er moeten hier een paar grote bedrijven worden waar een handjevol blanke jonge mannen passant rijk kunnen worden door geld te onttrekken aan de economie. Dan denk ik van nou, laat maar. Wederom, het hangt heel. Ik ben bang dat zij dan bedoelt van ja, wij willen ook een paar van die grote bedrijven hebben waar mensen extreme rijkdom in kunnen vergaren. En dan denk ik van ja, als dat lukt in Nederland voor die mensen, is dat hartstikke leuk hoor. Dat mag ook verder. Maar wat de waarde daarvoor is voor onze samenleving, het is mij niet duidelijk. En volgens mij is het Nelly Kroes ook niet duidelijk. En is het ook niet een vraag die ze zichzelf stelt. Van wederom, welk probleem ben je dan aan het oplossen? Nou, ik weet dat heel veel jongeren, ik weet niet of ik mezelf nog jongeren mag noemen, maar in ieder geval heel veel mensen van mijn leeftijd kijken wel degelijk naar een Mark Zuckerberg of een Steve Jobs of een Bill Gates als een soort van voorbeeldfunctie. Ja, nou ja, kijk maar, als jij ook het ambieert om heel rijk te worden of om vaak op de cover van Time te staan, dan is dat als je dat wil, dan is dat natuurlijk maar ook prima. Maar ze hebben de mensheid ook wel iets gebracht, toch? Anders zouden ze niet zo succesvol ja, zijn. Kijk, de belangrijke dingen die bedacht zijn door een bedrijf als Apple, die zijn niet door Steve zelf natuurlijk allemaal bedacht. En Apple bouwt vooral heel erg ook slim en commercieel slim voort op technologische concepten die vaak al 20 jaar oud waren op het moment dat zij het op de markt gingen brengen. Dus de alle technologie die onder bijvoorbeeld een Apple-product zit, dat komt uit hele andere plekken dan bij dat bedrijf vandaan. Of dat is ingekocht of overgenomen. Dus niet dat er niks gemaakt wordt daar. Maar je moet denk ik wel onderscheid maken tussen daar waar er echt nieuwe dingen worden bedacht, technologische concepten worden bedacht, versus waar men daar een mooi aluminium boxje omheen doet en het aan ons verkoopt als een consumentenproduct. Dat zijn een beetje twee dingen. Maar we hebben nu wel Steve Jobs scholen bijvoorbeeld. Ja, maar wederom, vroeger, toen ik op de basisschool zat, toen werden die vernoemd naar Nelson Mandela en Mahatma Gandhi. En Martin Luther King school had je dan.
En nu vernoemen we dus onze scholen naar Amerikaanse elektronica consumentenproducten. Volgens mij gaat daar een heel verkeerd signaal van uit. Ik word daar persoonlijk erg ongemakkelijk van, zeg maar. Dat we echt, zeg maar, consumer electronics, dat is het uiteindelijk gewoon. Hè? Een iPad is ook echt bedoeld om spullen mee te consumeren. Veel minder om iets mee te maken. Dus om daar je onderwijs omheen te standaardiseren. Maar jij werpt je wel op als groot voorstander van technologie op scholen. Ik ben absoluut voorstander van technologie uit scholen. Maar als je nou kijkt naar een iPad, wat echt een consumentendevice is, hè, waarbij ook degene die het gebruikt, wordt heel erg... door Apple eigenlijk gedwongen. Dit mag je er wel mee, dat andere kan niet. Je mag er alleen maar software op zetten die wij hebben goedgekeurd. Als je nou computersystemen en informatica in het onderwijs wil gaan doen, vanaf een jonge leeftijd, zou ik helemaal voor zijn. Maar doe dan bijvoorbeeld iets als de Raspberry Pi. Die kost €35, die computer. Kun je even uitleggen? De Raspberry Pi is in Engeland ontwikkeld en het is een minicomputertje, zo groot als een pakje sigaretten. Kost €35. En die is dus gemaakt juist om mensen die daar mee gaan leren, om die echt ook iets te leren over computers. Dus hij is bedoeld om uit elkaar te halen. Hij is bedoeld om mee te experimenteren. Door de lage prijs kan het dus ook een keer fout gaan zonder dat het meteen een ramp is. En alle software die erbij zit, die mag je dus ook echt bekijken. En je mag daar zelf dingen mee uitproberen. Dus het is open source? Het is open source. En het is ook echt bedoeld dat dus mensen die ermee aan de slag gaan, dat die zelf gaan kijken en gaan proberen. En hem misschien ook wel een keertje stuk maken in het proces. En dat is dan jammer, maar geen ramp. Maar de point is, ik denk dat je daarmee dus kinderen leert te exploreren, moeilijke vragen te stellen. In plaats van dat je ze leert vanaf een vierde jaar, ga zitten, jij bent de consument en Apple zal je vertellen wat je mag doen. Dus jij zegt gewoon op elke school, hoppa, elk kind een Raspberry Pi. Vanaf je vierde of je vijfde levensjaar geef ze dat soort systemen en zeg van hier is een doos, hier zijn de instructies. En als je hem aan de praat krijgt, mag je hem houden. Ja. En dan zal je zien dat inderdaad kinderen van 6, 7, 8 jaar prima zelf een computer in elkaar kunnen zetten. En dat ze dan ook daarna zich heel een andere verhouding krijgen tot die technologie. Dus niet ook alleen maar code, als consument. Dat soort dingen. Ze zullen misschien dat willen leren of andere aspecten van die hardware willen snappen. Maar ze zullen veel meer gaan die technologie gaan beleven vanuit begrip in plaats vanuit een soort tv-kijker, zeg maar. Ja, dus vind je dat iPad-scholen dan eigenlijk innovatie en technologie eigenlijk in de weg zitten eerder? Het risico is dat ze dus een generatie technologie-consumenten kweken. Waarbij je, als je het op een iets andere manier zou doen, waarschijnlijk nog voor minder geld ook, creëer je een generatie van echte innovators. Die net zoals zeg maar de oprichters van Apple, met name Steve Wozniak, wat echt het technisch genie was achter de eerste Apples. Dat waren mensen die gingen zelf met een soldeerbout en een schroevendraaier. En dat zijn de echte uitvinders. Dus als je een generatie van echte uitvinders wil creëren in het onderwijs, wat lijkt mij een mooi doel, dan moet je dus inderdaad niet consumentenproducten geven, maar dan moet je dingen geven waar een schroevendraaier in mag. Ja. Er worden ook heel veel scholen, krijgen Chrome's aangeleverd, Google computers. Ja. Is daar iets mis mee? Dat is natuurlijk 2,5 jaar na Snowden. Nu we weten dat dat soort systemen, dat zijn eigenlijk gewoon uitbreidingen van de Amerikaanse inlichtingeninfrastructuur in onze huiskamer of in ons klaslokaal. En dat we dus na 2,5 jaar dat nog steeds doen. En dat je nog steeds je kinderen dus een apparaat geeft op school, notabene verplicht. Waarvan we dus echt weten, zonder enige twijfel, dat het in principe niet onder controle staat van die kind die hem gebruikt, maar onder controle staat van buitenlandse partijen. En dat het ook in het ontwerp helemaal zit, dat je er ook weinig aan kan doen. Ja. Dat is natuurlijk toch wel vreemd. Waarschijnlijk zelfs sinds 1 februari is het waarschijnlijk zelfs verboden onder een nieuwe Europese wetgeving. Want waarbij, die houdt precies in? Nou, het was altijd zo, tot voor eind vorig jaar mochten we altijd, als een uitzondering op Europese privacywet, mochten Europese instellingen persoonsgegevens van Europeanen op Amerikaanse servers plaatsen. Dus Amerikaanse cloud services en dat soort dingen. Dit is waar het Safe Harbor verdrag over gaat. Ja, daar ging het Safe Harbor verdrag over. Nou, vanaf het begin was het onder experts al altijd twijfelachtig van klopt dat wel en hoe zit het met het toezicht en dat soort dingen. Na Snowden weten we zeker dat dat echt een wassen neus was, dat verdrag. Dat het echt vanaf dag 1 grof geschonden is en dat het ook niet op korte termijn goed komt. Max Schrems, Oostenrijkse rechtenstudent, die heeft een proefproces gevoerd, helemaal tot aan Straatsburg, gewonnen. Dus eind vorig jaar heeft het Hoge Rechtshof in Straatsburg gezegd, sorry, dat Safe Harbor verdrag, kappen met die onzin. Dit mag gewoon door. Niet. Streep het door. En toen hebben ze gezegd, jullie krijgen nu allemaal 3 maanden om even
te veranderen wat je moet veranderen. Ja. Dus per 1 februari was die 3 maanden voorbij. Het is heel goed mogelijk dat een school die op dit moment inderdaad... of het nou de iCloud is, of een Chromebook, of Office 365, of al dat soort diensten... die ook vaak scholen of zorginstellingen vaak gebruiken, want handig. Maar het zou heel goed kunnen dat ze inderdaad op dit moment dan in overtreding zijn van de Europese privacywetgeving. Dus al die bedrijven die nu zeggen van nou, we zetten al onze data bij Amazon, of voorheen was het KPN, maar dat is nu ook volgens mij Amazon geworden... KPN heeft ook zijn eigen infrastructuur. Maar er zijn, ik las net dat Philips Medical Systems bijvoorbeeld... die maken digitale röntgenapparaten en MRI-scanners... en alle data die daaruit komt, die wordt dus nu standaard inderdaad... gebackupt naar de Amazon Cloud. Oké, maar als het niet mag, hoe leg je dan uit dat het nog steeds gebeurt? Ja, dat is dus heel... Dus tot nu toe worden er nog geen boetes uitgedeeld. Als het goed is, gaat dat dit jaar beginnen. Ik zit daar eerlijk gezegd ook wel een beetje op te wachten, want... Ja, het is wel evident van de afgelopen 10 jaar dat je door gewoon het netjes te vragen, bereik je niet zoveel. Ja. Dus er moet maar eens misschien iemand een boete krijgen. Als er op geen enkele andere manier mensen wakker willen worden, dat dit echt niet kan. Maar er moet toch na Snowden, moet er toch wel dingen veranderd zijn? Daar zijn toch ook politici bij geweest die toen hebben gezegd... Dat zou je zeggen, maar er is eigenlijk dus heel weinig veranderd. We hebben nog steeds in Nederland een nationaal elektronisch patiëntendossier. Wat voor zover ik weet het technisch beheer van dat systeem is bij een Amerikaanse defense contractor, Computer Sciences Corporation. Lekker dan. Ja. En daar gaat dus een groot deel van alle Nederlandse medische berichtenverkeer, gaat daar doorheen. Ja, ons hele Nederlands onderwijs is al 25 jaar volledig gestandardiseerd op eigenlijk exclusief Amerikaanse software. Microsoft, maar ook andere partijen, maar Microsoft is er heel dominant in. Er is tot nog toe in dat weinig signaal dat iedereen zegt van... hey, misschien moeten we dat gewoon eens even niet meer doen. Of misschien moeten we in ieder geval gaan beginnen met dat te veranderen. En kijk, dat het dan een tijdje duurt voordat je dat verandert... dat is heel begrijpelijk, want het is niet simpel. Maar als je niet begint, dan kom je er natuurlijk nooit. Dus het feit dat we nog steeds het niet doen na 2,5 jaar is wel... Waar ligt het aan? Ik denk dat er heel veel onwetendheid is. Ik kom nu vaak ook... als ik naar een aantal grote klanten ga, samen met een van mijn klanten, een groot adviesbedrijf, dan zitten we bij, en dat zijn echt grote Nederlandse bedrijven, en dan leggen we dus uit van, joh, maar hartstikke leuk dat je hele IT-spullen naar de cloud hebt gemigreerd, maar weet je wel dat het per 1 februari gewoon echt niet mag. En dat tegen de wet? Dat je nu echt tegen de wet aan het opereren bent, en dat je dus, de enige reden dat je nog geen boete hebt gehad, is omdat... men is er nog even deze week niet in toegekomen. Maar dat is je enige bescherming. En dat inderdaad dan dus iemand die voor IT verantwoordelijk is... van echt grote organisaties die de gegevens hebben... van honderdduizenden of miljoenen Nederlanders... dat die dan echt zegt van, oh, nee, dat wist ik niet. En dan moet je altijd even je gezicht een beetje in plooien houden... en vriendelijk en professioneel blijven. Maar eigenlijk schrik ik er wel van hoeveel onwetendheid erover is. Maar we zijn een heel hoog opgeleid volkje. We hebben toegang tot internet. We hebben een heleboel mooie tv-kanalen waar wij informatie via krijgen. Ja. Waar ligt het aan dat besef er nog niet is? We hebben kranten, we hebben vrij pers. Maar al die mediakanalen die informeren ons hier absoluut niet over. Hè. Dus je zal hier niet echt iets over lezen in een krant of op een discussieprogramma op tv. Het is natuurlijk ook een technisch onderwerp. Dus ik snap ook wel dat het niet iets wat mainstream is. Maar als je van een groot bedrijf verantwoordelijk bent voor de IT... waar de gegevens van honderdduizenden Nederlanders doorheen stromen op dagelijkse basis... Dan verwacht ik ook niet dat jij jouw kennis haalt van gewoon het 8-uur-journaal. Dan hoor je andere bronnen te hebben om ver voor de muziek uit geïnformeerd te zijn... en daar ook beslissingen over te nemen. Ja. Dat is inderdaad tot nu toe nog niet gebeurd. Dus misschien is het gewoon wel zo dat we... dat is wel vaker in Nederland, dat we even... in de vorm van een boete of in de vorm van een ongeluk... er moet even iets pijnlijks gebeuren. En dat dan iedereen wakker schrikt en zegt... oké, en dan gaan we wat veranderen. Want de afgelopen 10, 15 jaar is het ook niet altijd goed gegaan... met systeembeheer, databeveiliging. Nee, we hebben natuurlijk, zeker in de Nederlandse publieke sector... Een kleurrijke optocht van mislukte projecten. Hè? Ik bedoel, niet alleen kost dat ons dus echt klauwen met geld. En dat loopt dus echt in de miljarden per jaar. Dus dat is echt geld. Maar er zijn dus ook belangrijke dingen die we zouden graag willen dat dat werkt. Hè? De elektronische patiënteninformatie
heeft in potentie echt wel veel nut. Hè. Zou de zorg efficiënter kunnen maken en de kwaliteit van zorg met name beter kunnen maken. Dus al dat soort dingen hebben echt wel heel veel potentie. Maar ja, het moet wel op een goede manier worden gedaan. En je moet goed nadenken over wie kan er bij deze informatie en hoe voorkomen we dat andere mensen erbij komen. En als dat soort dingen een beetje... ja, in een soort naïef optimisme, zeg maar, buiten beeld raken. Ja. Dan krijg je dus achteraf heel veel ellende die je dan weer moet rechtplakken. Je bent op dit moment uitermate kritisch op het cyberbeleid van Nederland. Zowel in onderwijs als overheid, als bij bedrijven. Maar er is een tijd geweest dat jij een echte tech-optimist was. Oh ja, nee, ik was zeker... zeker zeg maar in de jaren 90, toen ik zelf ook nog veel meer technisch operationeel in de IT zat. En dat was ook in ander opzicht denk ik wel een meer optimistische tijd. Toen was ik veel optimistischer over technologie. En ik heb wel zeker de laatste zeg maar 10, 12 jaar... ik ben niet zozeer pessimistisch geworden over de technologie aan zich. Maar meer over hoe het verkeerd gebruikt wordt. Dus als de belangrijkste grote geslaagde overheids-IT-projecten allemaal met spionage en surveillance te maken hebben. Ja. En iets relatief eenvoudigs als een patiëntendossier of iets nog veel simpelers als gewoon goed IT-onderwijs doen voor zesjarigen. Wat helemaal niet technisch heel ingewikkeld hoeft te zijn of zo. Maar wel moet uitgaan van bijvoorbeeld bepaalde ideeën over maar wat is onderwijs eigenlijk en wat vinden we belangrijk in onderwijs. Als dat soort dingen al niet goed gaan en je ziet dan ook dat daar dat er heel erg vanuit de belangen van bedrijven wordt gedacht, zeg maar. Dus heel erg, dat het heel normaal is om ook in de taal van het bedrijfsleven te spreken als je het hebt over dingen die gaan over de publieke sector. En als dat helemaal op een hele vervelende manier in elkaar aan het groeien is. Dus daar ben ik vooral wel in Nederland wel bezorgd over hoe dat gaat. En die technologie is nog steeds, het kan heel veel. Ja. Maar dat doen we er niet mee. Wat was het moment waarop jij dacht van... hier gebeuren toch wel dingen die niet echt helemaal goed lopen? Toen ik voor mezelf begon in begin 2002... toen ben ik me meteen vanuit een soort net ZZP'er geworden... dus ik heb veel tijd... ben ik me gaan bemoeien tegen het nationaal IT-beleid... op het gebied van open standaarden en open source software. Dus waarom koopt de overheid zoveel Amerikaanse software... en gebruiken we niet gewoon open source die in veel gevallen hetzelfde doet... maar gratis is... En waarom zijn we zo afhankelijk van een paar van die grote leveranciers die dan elk jaar de prijs verhogen? En toen kwam ik er inderdaad vrij snel achter dat er dus aan de ene kant was er ontzettend veel onwetendheid bij mensen die echt vanuit hun functie beter zouden moeten weten, omdat die gingen over hele grote inkoopconstructies bij de overheid. Maar dat er ook echt wel vrij actieve en georganiseerde tegenwerking was, zeg maar, vanuit ook die commerciële belangen, om te zorgen dat die status quo van de gravy train van miljarden euro's elk jaar, dat gewoon maar bleef doorgaan. En daar kreeg ik dus echt wel toen te zien van die technologie is mooi en er kan van alles mee. En zelfs ook een aantal van die leveranciers, die zouden daar een hele mooie rol in kunnen spelen. Maar ze kiezen een rol... En de overheid die laat dat ook toe. Hè? Dus dat is ook, je kan het bijna de bedrijven niet kwalijk nemen. Dat ze gewoon, die komen gewoon geld halen. Want dat is nou eenmaal wat bedrijven ook graag doen. Maar de overheid die dat allemaal maar toestaat, zeg maar. En steeds groter laat worden. En op een of andere manier maar heel moeizaam geïnteresseerd te krijgen is over de vraag van... joh, maar overheid, ben jij gewoon op de baas over je eigen spullen? Yeah. Weet je wel, kan je eigenlijk wel... dien jij nog wel je burgers? Of ben jij vooral bedrijven aan het Maar bedienen? Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Worst case scenario is een buitenlandse partij. En dat zou een ander land kunnen zijn, maar dat hoeft niet per se. Die een hele grote hoeveelheid systemen, zeg maar, daar de controle over overneemt. En dan een soort kettingreactie van dingen die stuk gaan veroorzaakt. Hè. Je zou je kunnen voorstellen van er gaan een heleboel ziekenhuizen die kunnen niet meer functioneren. Want al hun digitale röntgenapparaten die aan pc's hangt, die doen het opeens niet meer. Ja. Om redenen die niet meteen duidelijk zijn. En tegelijkertijd hebben we een heel groot ongeluk in de haven van Rotterdam in een chemische fabriek. Maar alle ziekenhuizen binnen 50 kilometer eromheen, die doen het niet. Jezus, je bent wel een beetje van de doemscenario's. Ik word een beetje... dit ik word een beetje bang hiervan. Als je mij vraagt naar het worst case scenario. De worst case scenario's, die zijn heel ernstig. Ja, dit is wel... Maar kijk, veel mindere heftige dingen. We hadden op een gegeven moment inderdaad een aantal sluisdeuren van steden langs Nederlandse kusten en rivieren. Die sluizen die worden bediend door computers. Sommige van die computers hingen aan internet. En het wachtwoord was dan de naam van de gemeente. Oh, lekker. Dus je kon letterlijk gewoon in een internetcafé gaan zitten aan het andere eind van de wereld met je laptopje. En in Nederland een sluisdeur open doen.
En hoe zijn ze daarachter gekomen? Op een gegeven moment heeft dus iemand is wat gaan testen en die kwam erachter. En die heeft meteen gebeld van, joh, wat ben je nou aan het doen? En dat is dan de zogenaamde white hat hacker. Dat was dus iemand die inderdaad niet zin had om een stad onder te laten lopen. Maar die vond het zo erg dat hij meteen melding deed. Het grappige is, we hebben wel vaker in Nederland natuurlijk dat experts dingen zien. En daar dan melding van maken met de bedoeling dat het opgeruimd wordt. En soms wordt dat door degene die gebeld wordt, wordt het opgevat als een inbraakpoging. Ja. En dan heb je dus de situatie dat jij als professional, jij ziet zeg maar dat er ergens iets fout zit. Je maakt er melding van, je probeert dat zo netjes mogelijk te doen. En dan word je teruggebeld door het Openbaar Ministerie of je even wil melden voor een gesprek wegens het breken van de wet computercriminaliteit. En dus het gekke is dat de mensen die met de beste wil van de wereld niks stuk willen maken, maar vooral gewoon ja, een goed oplettende buur zijn, zeg maar. Dat die op die manier, ja, als je dat één keer overkomt, dan bemoei je er daarna natuurlijk nergens meer mee. Ja. Dus er zijn ook een heleboel wel mensen die, ja, die zijn er een beetje klaar mee, zeg maar. Die zeggen van, ja, maar dat levert mij persoonlijk zoveel gedoe op als professional. Want dan staat ik ergens, misschien krijg ik wel een strafblad, dat heeft dan, ja, dan krijg ik weer problemen als ik later bij een bank nog een klus wil doen. Dus ja, daar wil je niet aan beginnen. Ja. Maar de overheid huurt ook actief professionals in. Zoals bijvoorbeeld jou met adviseur. De laatste paar jaar is er ook wel wat verbeterd op dat gebied. En is de overheid dus meer ook in gesprek met de communities van experts. En in het specifieke geval, nou, mijn laatste zeg maar, klus voor de overheid was het adviseren over het mogelijk automatiseren van het kiesproces. En, dat zijn de stemcomputers. De stemcomputers in de volksmond inderdaad. Daar is mij dus toen gevraagd inderdaad door de mensen van het ministerie van Binnenlandse Zaken of ik daarover mee wil denken samen met een aantal andere technische en bestuurskundige experts om voordat daar een beslissing over kwam om even heel goed alle mogelijke problemen zeg maar, in kaart te brengen en op te schrijven. Zodat als er een beslissing komt om daar iets mee te doen en die beslissing is nog allemaal niet genomen, dat we hebben nu dus een document van meer dan 1000 pagina's waar alle mogelijke bezwaren en problemen in staan. Ja. En iemand die daar dus technisch mee aan de slag moet, die moet, dat is zeg maar het werkkader voor die persoon, dus dat is niet simpel. Ja. Misschien gaat er iets uitkomen, maar dat zou denk ik nog wel eens wat jaartjes kunnen duren. Maar dus er wordt de laatste jaren wel wat meer geluisterd, maar dat is dan vaak nog wel op hele specifieke onderwerpen. Dus er zijn nog een heleboel andere dingen waar, bijvoorbeeld inderdaad hoe wij IT in het onderwijs doen. Dat vind ik echt een ontzettende gemiste kans. Dat wij niet kinderen eigenlijk vanaf een jonge leeftijd de gelegenheid geven om echt technologieontdekker te zijn in plaats van technologieconsument. Dus de stemcomputer, gaan die er nou wel of niet komen? Die beslissing is nog niet genomen. Er wordt naar aanleiding dus van het rapport van de adviescommissie waar ik in zat, wordt er nu verder gekeken naar, als je dat zou willen, wat betekent dat dan technisch? En wie moet het dan bouwen? En kan het eigenlijk wel binnen een budget? En allemaal dat soort vragen. Dus veel meer technische uitwerkvragen. Ik ben daar nu niet in detail bij betrokken, dus ik weet ook niet alle details. Maar dat is nog een hele studie voordat iemand kan zeggen van oké, we gaan het doen en dan kost het zoveel en dan is het dan klaar. Maar ik zou voor de komende verkiezingscycle gaat dat zeker nog niet lukken. Dus voor 2017 is het, ja, dat kan technisch helemaal niet om dan iets klaar te hebben. Maar het is een kwestie van tijd? Nee, want het zou ook nog gewoon kunnen dat we met z'n allen beslissen dat het wel heel erg veel geld is om wellicht honderden miljoenen uit te geven voor een stel apparaten die de uitslag van de verkiezingen maar 60 minuten eerder brengen. Nou, de overheid is nu Idensis aan het, het introduceren. Het lijkt een opvolger te zijn van DigiD. Ja. Maar met DigiD ging ook niet helemaal over een leidakje. Nee, daar ging ook van alles mis en dat had zowel volgens mij te maken met de manier hoe DigiD in elkaar zat, maar ook met het feit dat een deel van de technische realisatie die moest gedaan worden in bijvoorbeeld individuele gemeentes. En ja, we hebben 400 gemeentes in Nederland. Sommige zijn groot, sommige zijn klein. En de kwaliteit van de IT-afdeling en ook de grootte van de IT-afdelingen, die zijn zeer verschillend. Ja. En dus je hebt in sommige gemeentes waar hele goede IT'ers zitten, die ook echt dingen doen waar ik veel respect voor heb. Vaak met hele beperkte middelen doen ze heel veel. En je hebt andere gemeentes waar er heel veel geld doorheen stroomt, maar dat je echt denkt van, jenge, hoe kan het nou dat er hier zoveel misgaat? Dus er zitten enorme kwaliteitsverschillen. En als je dus één systeem wat aan een landelijke standaard moet voldoen, maar dat je dat door 400 partijen toch een beetje zelf, zeg maar, ja, dan kan er van alles misgaan. Grappig dat het niet gewoon gestroomlijnd is, of dat er niet van tevoren misschien wel over nagedacht wordt, maar gewoon niet goed genoeg. Nee, maar dat zien we dus zowel bijvoorbeeld bij lokale overheden, maar ook bij scholen en ook bij de gezondheidszorg. Dat zijn allemaal, die hebben allemaal hun eigen huisje.
En binnen hun eigen huisje mogen ze doen wat ze zelf willen. Ja. Dus dat betekent dat de overheid zegt van nou, wij vinden dat ongeveer zo moet. Maar de technische details mag je zelf verder uitzoeken. En dan moet dus een individueel ziekenhuis of een individuele school of een individuele gemeente allemaal dingen gaan uitzoeken die ingewikkeld zijn. Ja. En soms gaat dat dan redelijk goed. En net zo vaak gaat het dus ook niet zo goed. En ja, het is inderdaad de vraag of je al dit soort dingen, zeg maar 400 keer dat wiel moet laten uitvinden. Of dat je misschien moet zeggen, nou, misschien moeten we dat toch in de toekomst wat anders gaan doen. Hey, als burger dan luister je hiernaar en je voelt je toch een beetje een soort van machteloos overgeleverd aan de grote falende IT-projecten van onze prachtige overheid. Ja. Wat kan je als individu nog doen om jezelf een beetje te wapenen tegen eventuele datalekken of aanvallen op je privacy? Ja. Nou, er zijn twee dingen die je kan doen. Eén is, je kan kijken wat je kan doen om te voorkomen dat er data over jou belandt in systemen waar je sowieso niks over te vertellen hebt. Hè, dus ik zeg altijd, als het eenmaal jouw laptop heeft verlaten, ja, dan ben jij niet meer de baas. Want dan staat het dus bij een ziekenhuis of bij een gemeente. En misschien past hij de gemeente er goed op, maar ja, misschien ook wel niet. Ja. Dat hangt er maar net vanaf. En de Rijksoverheid, ja, die laat ook wel eens een steekje vallen. Dus dat is. Maar ja, sommige dingen moet je informatie afgeven aan de overheid. Hè, om ik moet dagelijks een paspoort, informatie om een afgeven rijbewijs, waar ja, ik niet precies op zit te wachten. Ja. Dus daar kan je beperkt iets aan doen. Ik denk dat we ook manieren moeten vinden om toch die overheid wat scherper te houden. En dat is ook, ja, de Nederlandse hacker community die probeert daar dan af en toe wel iets. We proberen ook wel in gesprek te zijn. En soms lukt het een beetje. Er zijn gewoon beperkt aantal goede journalisten in Nederland die af en toe kritische stukken over schrijven die de zaak een beetje scherp houden. Wil je namen noemen? Van mensen die figuren die we in de gaten houden? Nee, ja, ik vind Brenno de Winter vind ik een van de journalisten in Nederland die echt op dat gebied gewoon al heel lang heel goed werk doet. En die daar heel consistent in is. Dus er zijn er nog wel een paar, maar dat is wel iemand die echt ook aan de ene kant heel kritisch blijft, maar aan de andere kant wel niet aan de buitenkant staat. Wel weet binnen te komen en in gesprek is. Dus dat en is hij was ook degene die het overchipkaart. Ja, bijvoorbeeld de overchipkaart heeft hij helemaal blootgelegd. Wel ook weer met hulp van andere technische experts trouwens, maar dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. Hè. Steeds vriendelijk gevraagd tegen de overheid, weet je wel zeker dat het goed is. Ja, zeiden ze, geen probleem. En op een gegeven moment heeft hij gewoon de zaak exposed, zeg maar. En toen bleek dat het inderdaad van alle kanten lek was en echt op geen enkele manier voldeed aan de privacywetgeving. Hij is er nog steeds trouwens, die overchipkaart, dus dat is vreemd. Dat soort exposures die hebben we ook wel een beetje nodig. Maar aan de andere kant zijn er ook wel dingen die mensen zelf, zeg maar los van de overheid, gewoon kunnen doen als het gaat om je eigen pc. Dus je kan je eigen pc, je eigen e-mailverkeer, dat soort dingen, daar kan je wel zeg maar dingetjes op doen. En daar hoef je ook niet super technisch voor te zijn. Dat zijn toch gewoon trucjes die je kan leren, zeg maar. Dat kost je misschien wel 2 uurtjes. Maar als je die zou willen leren, waar ga je heen? Er zijn in Nederland allerlei bijeenkomsten. Sommige heten privacy cafés, andere heten crypto parties. Er zijn hackerspaces, dat zijn een soort clubhuizen van hackers waar je naartoe kan gaan. En waar mensen je dan gewoon, die vinden dat ook vaak leuk om andere mensen te helpen om te leren, hoe kan je anonieme surfen, hoe kan je... Maar ik denk dat voor de gemiddelde mens klinkt dat heel duister, denk ik. Een hackersclubhuis, een soort kelder van... Dat zijn echt gewoon plekken waar mensen die een combinatie hebben van technische interesse en een soort maatschappelijke betrokkenheid, dat komt daarbij elkaar. En die delen ideeën, die doen samen technische projecten, maar die bemoeien zich dus ook met technisch-maatschappelijke onderwerpen. En als je daar binnen loopt en je zegt, jongens, ik heb hier mijn laptop, ik heb hulp nodig... Ja, als je dat vriendelijk vraagt. Kijk, je moet goed snappen, dat is niet een gratis helpdesk. Hè? Die mensen komen daar ook allemaal in hun vrije tijd. Dus het is niet hun werk om jou te helpen. Maar als jij het in die gemeenschap vriendelijk vraagt. En je moet natuurlijk even zorgen dat je dan niet met een laptop aankomt die helemaal stuk is. Zodat we eerst de hele avond jouw laptop aan het fixen zijn. En dan pas naar de beveiliging toe gaan. Dus je moet het een beetje zelf ook je huiswerk doen. Er is een hoge bereidheid in die gemeenschap. Juist om die kennis over dit soort onderwerpen te delen. Omdat ook binnen de hackergemeenschap snappen we allemaal heel goed dat de veiligheid van onze medeburgers is uiteindelijk ook onze veiligheid. Want hoe zit dat? Voor wie zou je crypto aanraden? Eigenlijk voor iedereen. Maar iedereen die bijvoorbeeld in of zijn persoonlijke omgeving of in zijn werk omgaat met vertrouwelijke data. Dus als jij arts bent of advocaat of accountant of ambtenaar op een vrij senioren functie. Al dat soort posities, maar misschien ook wel het hoofd juridische zaken van een bedrijf.
In al dat soort functies waar je af en toe professioneel in staat moet zijn om een geheimje te bewaren. Dan denk ik dat, dat je er verstandig aan doet om gewoon eens een keer een paar uur te investeren om een soort minimale kennis. En als je al die minimale kennis hebt, dan ben je ook alweer zoveel verder dan al die mensen om je heen, zeg maar. Dat je, niet dat je dan tegen alles veilig bent, maar je bent dan wel ontzettend veel verder. En dus ik train vaak bijvoorbeeld groepen journalisten. Meestal hebben die ook helemaal niet een technische achtergrond. Ja. En wat ik vooral altijd terugkrijg na zeg maar één dag training is van, goh, ik ben verbaasd over hoe ver ik ben gekomen in een dag. En dus ik heb één dag nu voor het eerst ben ik met het onderwerp bezig. En ik weet aan het eind van de dag dingen waarvan ik nooit had geloofd toen we vanochtend begonnen om 9:30, dat ik ze ooit zou begrijpen. Want het klonk allemaal heel technisch en moeilijk. En wat is cryptografie? En, maar dan blijkt uiteindelijk, dat zijn trucjes en die kan je leren. In de dag kun je dat eigenlijk onder de knie krijgen. Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat iedereen die gewoon de normale dingen doet op een computer nu, die gewoon af en toe tekst verwerkt en een mailtje stuurt, als je dat kan, dan kan je dit in een dag gewoon leren. Ik denk inderdaad dat of doe het met anderen. Het is natuurlijk leuk om het met een groepje mensen te doen. Kan je ook elkaar helpen en wat ervaringen uitwisselen. Maar je kan het ook in je eentje doen. Ik heb daar in 2014 een boek over geschreven. Dat staat ook gratis online. Mensen kunnen dat downloaden. Het is geschreven voor journalisten, maar ja, met het internet zijn we eigenlijk allemaal journalisten een beetje. Dus als je gewoon zoekt op Information Security for Journalists, dan staat die bovenaan in de meeste zoekmachines. Gratis downloadable e-book. En dan kunnen mensen gewoon thuis mee aan. Als je nu even bedenkt dat er hier natuurlijk superveel mensen thuis zitten te kijken. Wat zijn dingen die mensen nu eigenlijk gewoon, nadat ze dit programma hebben gezien, thuis zouden kunnen doen? Wat je het eerste misschien kan doen, omdat heel veel mensen leven in hun browser als ze op internet zitten, is de Tor-browser downloaden. Zodat je naast je gewone webbrowser, die je voor heel veel dingen gebruikt, heb je dan een tweede browser. En die is in hoge mate anoniem. Het gratis download werkt op alle gewone huislijn- en keukencomputers. Dus een paar minuten installatie, Tor-browser. Maar Arjan, dat is toch voor criminelen, drugsdealers, mensenhandelaars? Nee hoor. Privacy, dat is een fundamenteel mensenrecht. En er is eigenlijk heel weinig indicatie dat dit bovengemiddeld gebruikt wordt door criminelen. Dat zal wel eens gebeuren, maar ja, criminelen gebruiken ook auto's. Dus ja, dat zegt mij niet zoveel. Maar dit wordt ook gebruikt door mensenrechtenactivisten in Centraal-Azië. Het wordt over de hele wereld gebruikt door journalisten. Door mensen die bijvoorbeeld werken voor organisaties Artsen zonder Grenzen. Het is gewoon een heel mooi tool om redelijk anoniem te kunnen surfen op het web. En dat is iets wat iedereen kan het installeren met een paar muisklikken. En dat is een begin. Dat is de Tor-browser. De Tor-browser. Wat je kan doen is, je kan PGP installeren. Dat is wat moeilijker. Maar het boek waar ik het net over had, dat geeft je klik-by-klik instructies. Alsof het een soort kookboek is. En dat is? En dan kan dat je, staat voor PGP? Pretty good privacy. En dan kan je dus je e-mailtjes versleutelen. Zodat alleen jij en de anderegene die de ontvanger is, ze kan lezen. En niet al die partijen die ertussen zitten. En of dat nou een Nederlandse dienst is, of buitenlandse diensten, of commerciële bedrijven, die kunnen dan allemaal niet meer jouw e-mail zeg maar meelezen terwijl je ze verstuurt. En kan je dat ook gewoon doen met bijvoorbeeld Gmail, als je Gmail hebt? Ja. Het werkt prima samen met een Gmail-account. Dus je kan gewoon ook je bestaande account blijven gebruiken. Geen probleem. Okay. Dus dat zijn twee dingen, daar kan iedereen gewoon mee starten. Ja, verder zijn er nog ook, er zijn allerlei toevoegingen die je kan doen aan je webbrowser om de volgbaarheid ervan wat te verminderen. Plugins of allerlei plugins. Er staat een hele lijst in het boek. En wat ik ook iedereen zou aanraden is om een password manager, een klein programmaatje. We geven in het boek een paar opties ervoor. Dan moeten mensen kiezen een beetje wat ze prettig vinden. Zodat het wat makkelijker wordt om voor iedere site waar je een account hebt, om een goed ander wachtwoord te hebben. In plaats van dat je zeg maar de naam van je vorige kanarie steeds weer hergebruikt bij 40 accounts, wat helaas veel voorkomt. Ja. Dus dat zijn ook relatief simpele dingen waarmee je een heleboel van de, ik zal maar zeggen, huistuin en keuken online criminaliteit zeg maar kan verminderen. Dat zijn dingetjes, denk ik, dat kan iedereen in een paar uurtjes kan je ermee aan de slag. En al voorkom je er maar mee dat een keer iemand er met je creditcard vandoor gaat, dan bespaar je jezelf gewoon een hele hoop ellende. Dat kan je een heleboel geld schelen, volgens mij, als je daar aan begint. Ja. Goed, ben ik nog iets vergeten? Wil je nog iets kwijt? Nee, volgens mij hebben we een aantal van de belangrijkste stokpaardjes op dit moment wel gehad. Maar zoals ik zei, ik zou iedereen aanraden om gewoon, geef dat aan jezelf, dat je een keer een paar uur tijd besteedt aan jezelf een beetje informeren, jezelf wat dingetjes leren, of doe het samen met wat mensen om je heen. Ja. En mensen, als je over zegt van maar dat duurt wel 3 uur, dan denk ik van maar je kijkt per week meer
reclames op tv, de gemiddelde Nederlander, dan de paar uur waarvan ik denk dat je al dit kan snappen. En dat is eenmalig leren en dan heb je de rest van je leven digitale privacy. Dus dat is gewoon een goede investering. Ik vind het een prachtige afsluiter. Dankjewel, Arjen. En graag tot de volgende keer. Dit was Ancilla voor Café Weltschmerz.